Mijn moeder en mijn oma zijn allebei verpleegkundigen. Dus het medische beroep heb ik wel een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. En ik ging vroeger ook altijd mee met mijn moeder naar haar werk. En mijn moeder was verpleegkundige in een verpleeghuis, dus ik mocht mensen helpen daar. En het is eigenlijk vanaf het allereerste begin dat je een beroepskeuze moest maken, dacht ik, ik word dokter. En het is ook nooit meer veranderd. Dus ik heb ook eigenlijk nooit een alternatief gehad. Het was altijd, ja, dokter worden. U mag me vandaag één keer heel hard knijpen. Ja, de kracht is wel goed, hè? Ja. Ik ben internist met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Ik krijg dus hele diverse soorten patiënten. Mensen met geheugenstoornissen, maar ook mensen met heel veel verschillende ziektes. Of mensen met heel veel verschillende soorten medicijnen. Waarbij artsen soms ook moeite hebben van welk medicijn moeten we nou wel geven en welke niet. En is deze combinatie nog wel het meest optimale voor de patiënt. Het heeft zoveel verschillende kanten, maar geen dag van mijn werk is hetzelfde. En het contact met je patiënt, ja, dat geeft mij enorm veel voldoening. Je hebt altijd wel iets op te zoeken, iets na te kijken. Het verveelt geen moment en dat vind ik het allerleukste van het vak ook wel.